Vandaag ben ik van onderweg voor iemand zijn passie. Ik ben vandaag in Hegelsom, boven in Limburg. En ik denk dat ik bij Maart Heldens dat dat een pennenverzameler is. Kom maar bellen. Goeiedag, Matt. Alles goed? Van wie heb je die gekregen? Ik heb van mijn collega's gekregen toen ik afscheid heb genomen van het werk. Maar heb je allemaal van die grote pennen binnen? Nee, of? Nee. Maar je mag wel komen kijken. Oké, okay, dan ga ik met u naar buiten. Al ben jij. Daar gaan we van. Maart, hoeveel pennen, hoeveel zien is dat eigenlijk? Dat zullen ongeveer 90.000, 100.000 heb ik er. 100.000 pennen? Ja. Wie kan men een mens op een die bejende krijgen? Ja, hoe komt erbij? Verzamelen, sparen. Ik kreeg er veel van collega's op beurzen. En ja, via komen ze allemaal binnen. Gaat je naar beurzen met die pennen of gaat? Of wie moet je dat eigenlijk voorstellen? Ja. We hebben 8 keer per jaar heb ik een ruitbeurs. En dan komen verzamelaars bij je en dan is dat feest ruilen. Zien dat bijvoorbeeld gele, blauwe, zien dat allemaal dezelfde pennen? Ja, maar het geeft zich eigenlijk om te opdrukken. Maar. Kijk wat hier hebben ze met 2 gele. Ik zie dat zoveel gele stond, dus dat zien allemaal verschillende mensen. Het type is hetzelfde. Het type is hetzelfde en de andere druk. Zeg maar, wie lang heb je daarover gedaan om al die pennen bijeen te krijgen? Nou, 22, 23 jaar. Wat is nu de kick, de passie om pennen te verzamelen? Wie is er bij gekomen? Ik zie er bij mijn begost. We waren aan het werken en we moesten een opname maken van een transportbedrijf of kraanverhuur. En na afloop van die opname komt er de kraanmachinist naar toe van, hé hey jongens, al zang, kreeg ik van mijn pen. Van, hé. Hey. En ik heb die pen in een putje. En dat putje werd voller. En ik zeg mij, als je 2 pennen hebt, dan heb je dan een verzameling, het begin van een verzameling. Maar nu heb je dikke pennen, grote pennen, lang pennen, want ik heb per se al een paar zien staan die... Die niet een normaal formaat hebben voor met te schrijven. Maar heb je nu ook een uniek klein pennetje? Ja, de grootste pen, die heb ik boete hangen, dat heb ik gezegd. Maar ze schrijft niet, daar niet van. En de kleinste pen, dat is dit. En wie lang wil je dan nog met doorgaan? Want het staat heb huurlijk vol, hè? Ja, druk en vol. Zolang als ik ken, zolang als ik mag en zolang als ik er plaats voor heb. Maar nu heb ik ook het vuur. Ja. Ik moet even mijn tas in gewoon. Ik weet zeker dat je die niet hebt. Een pen van TVL. Kiekers. Nee. Die heb je niet. Die heb ik niet. Maar je hebt de laatste pen nu gekregen. Hoe is het begin en hoe is het einde? Dat weet niemand. Dat is met elke verzameling. Je weet wel hoe je begint, maar hoe het eindigt. Kiekers, heb je ook een bijzondere passie? Laat het dus even weten. Redactie, apenstaatje, tvl.nl. En wie weet, kom ik misschien eens kijken naar Europassie, om de gang.